Deze zondag ging Druten weer even terug naar de 19e eeuw tijdens het Dickensfestijn. Honderden personages uit de beroemde boeken van Charles Dickens kwamen hier tot leven. Straattheater, muziekgroepen, Bourgondische horeca, het was allemaal weer van de partij. We staan hier met de Dickensdag, net de parade gelopen. Wat betekent de Dickensdag voor Druten? Voor Druten? Ja, saamhorigheid en een kans om dingen te organiseren met z'n allen, ondernemers, vrijwilligers, bestuur. Ja, en ook een beetje te shinen voor de kerst en het verhaal van Dickens te laten leven. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een hele leuke sfeer vandaag en het is prachtig weer, dus gezellige kraampjes en ik heb het goed naar mijn zin. Gezellig, ja. Wat is het leuke hieraan? Een beetje rondflaneren. We wonen hier vlak achter, dus we lopen vanuit ons huis altijd zo'n rondje. Gewoon gezellig. Ja, leuk. Alleen, ja, nee, wel leuk. Wat vind je het leuke eraan? En dat het zo gezellig is en ja, dat er allemaal kleine, hoe noem je dat, kleine optredens zijn. Bromsnor en Zwaartje, wat een verrassing jullie hier bij Dickens aan te treffen. Ja, wij proberen elk jaar aanwezig te zijn. En dan gewoon zorgen voor de veiligheid. Hè, dat iedereen doet wat hij moet doen. En inderdaad, vanaf het begin loop ik als Bromsnor al mee. Als veldwachter, ja. Ja, we staan hier met Pax Christi College voor het goede doel. De leerlingen die doen allerlei acties voor het Glazen Huis. En de opbrengst gaat naar ALS. Het is een fantastische dag vandaag met het Dickensfestijn. En we hebben ook onze partners in de regio uitgenodigd om ook de samenwerking die we hebben regionaal te vieren. In het Druten uit de tijd van Charles Dickens werden niet alleen goederen, maar ook diensten verkocht op straat. Wij zijn Char en Latam. Oh, ik ben Latam, dat is Char. Ja. Oké, okay. En wat doen Char en Latam? Nou, wij gaan geld verdienen met tanden trekken natuurlijk. Oh. Ja, heel veel mooie tanden. Die kunnen we wel gebruiken. Ik zie u hier rondlopen met een big smile. Dat is nogal wie, dus ik bezorg plezier aan menig man hier. Oh. En loopt het een beetje? De zaken zijn een beetje slap vandaag. Maar ja, misschien ligt het aan het tijdstip van de dag. Het verkoopt een beetje, ja. Want ik ben nog maar net begonnen. De dag is nog vroeg. En dit is om het vuurtje hier een beetje te laten branden? Ja. En de warme haarden en harten en natuurlijk, weet je wel. Dit is goed voor romantiek en zo. En voor 's avonds heerlijk warm, knus samen. Daar zijn deze echt super goed voor. Wat hout aan het sprokkelen? Dat heb ik al gedaan. Ik heb een hele kar vol, joh, met prachtige droge takken. En wat gaat u met de takken doen? Dat verkopen, hoop ik, hè. Verkopen? Ja. Ja, bij mij moet de kachel ook branden, hè. Ja. En wat levert het op in zo'n takkenbosje? 5 cent vraag ik ervoor. 5 cent. Ja. En verkoopt het hier een beetje? Nu nog niet, nee. Het is eigenlijk niet koud genoeg, hè. Nee, het is net weer te warm. Het zonnetje komt er ook doorheen. Het is niet zo goed voor mijn handel.